Ja, trainer, 3 punten weggegeven vandaag. Ja, kijk, als je net voor tijd op 1-0 komt en je geeft het zo weg, geef je 3 punten weg. Ik vond op een gegeven moment dat er een fase was in de tweede helft dat eigenlijk beide ploegen niet meer verdienden om te winnen. 0-0. Ik denk dat wij in het eerste half uur hebben nagelaten om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Maar ja, als je hem dan op het eind nog zo voorkomt en je geeft het nog zo weg, ja. Dan geef je 3 punten weg als het ware, omdat dat zijn gewoon kinderlijke fouten. Hè. Die worden op het hoogste niveau keihard afgestraft. Ja, maar de eerste helft had jullie gewoon een dominante ploeg. Zonder echt super dominant te zijn. Maar toch, de kansen waren voor jullie de beste kansen. Ja, zonder super dominant. Ik denk dat de eerste half uur Emma geen één keer over de middenlijn is geweest. En dat is de verdienste van de ploeg, omdat ze continu druk konden zetten. En in die fase krijg je 2-3 prima mogelijkheden. Die de keeper ook 2 of 3 keer geweldig pakt. Maar op een gegeven moment weet je gewoon dat de ruimtes wat groter worden. En dat kwamen zij er denk ik 2 keer uit in de eerste helft. Dat zijn dan toch gevaarlijke momenten, omdat je met 40, 50 meter ruimte in je rug loopt te voetballen. En je hebt jezelf niet beloond daar met die voorsprong. En de tweede helft zakte dat verder weg. De tweede helft werd het steeds lastiger om voetballen tot kansen te komen. Ja, Mimoun Mahi was de gevaarlijkste man voor jullie in de eerste helft, hè? Ja, oké, dat weten we. Dat zijn zijn individuele kwaliteiten. En de tweede helft? Emma komt veel beter uit de kleedkamer dan jullie. Hoe kan dat? Ja, is veel beter. Kijk, ze gaan wat anders doen. Dat is logisch. Ik bedoel, de eerste helft konden wij continu met Chabot inschuiven. En hadden we continu druk op de bal. Nou, dan weet je dat zij wat anders gaan doen. Daar moet je op kunnen reageren tijdens een wedstrijd. Je neemt allerlei scenario's door, ook weer in de rust. Als een tegenstander soms wat anders doet, moet je daar weer goed naar kijken waar dan de mogelijkheden liggen. En ik vind dat we dat niet goed gedaan hebben. En ik vind ook dat we gewoon in heel veel momenten in de tweede helft heel slordig zijn aan de bal. Dus ballen die we veroveren, leveren we zo weer knullig in. Schieten we zomaar weg terwijl we hem aan kunnen nemen. Dat is ook een bepaalde rust en ervaring die je gewoon moet hebben in momenten. Want dan speel je een tegenstander in de kaart terwijl ze juist pijn wil doen. Is dat echt puur ervaring van jouw jongens die ze dan een beetje missen? Voor de meesten is dat wel ervaring, ja. Tenminste, dat moet blijken. Als ze dadelijk over 50, over 60 wedstrijden op het hoogste niveau dit nog steeds doen, is het kwaliteit. Op dit moment kan je nog verschuilen achter ervaring. Kijk, wat ik bedoel, je ziet vandaag Anko Jansen. Ja, die heeft wel die ervaring. Wanneer moet ik even een balletje aannemen? Wanneer moet ik hem gewoon even tegen mijn tegenstander aanschieten, zodat hij uitgaat, zodat we een ingooi hebben? Dat is een bepaalde voetbalslimheid, ervaring, wat je opdoet naarmate de jaren vorderen. En als je dat niet opdoet, dan is het een kwaliteitsgebrek. Dus Groningen kan best nog wel ervaring gebruiken, dus wat dat betreft. Ja, oké, maar dat weten we vanaf het begin van het seizoen al. Hoe verder Danny nu? Ja, het is een klap, die moet je verwerken. En dan moet je, als je neer wordt geslagen, dat hebben we al een paar keer gehad, ook aan het begin van het seizoen. Dan moet je opstaan en dan moet je terugknokken en dat gaan we ook weer doen. En dan hebben we nog 1 wedstrijd te gaan voor de winter. Niemand had dit scenario rekening mee gehouden eigenlijk, hè? Een Niklas Petersen die hier een beetje verguisd is eigenlijk, die de tweede maakt, hè, voor hun. Ja, oké, maar ja. Het interesseert mij niet zoveel wie hem gemaakt heeft. Dat had nooit mogen gebeuren gezien de situatie waarin we zitten in de 89ste minuut. En dat uitgerekend dan iemand is met een verleden hier of dat gevoelig ligt. Ja, dat maakt het nog extra pijnlijk voor de meeste mensen. Nou, geen wedstrijd om het een beetje recht te trekken en met een goed gevoel de kerst in te gaan. Ja, nee, ja, dit is even een tikkie Wouter die we even moeten verwerken. En nog 1 wedstrijd en daar zal je weer je rug moeten rechten, want dat wordt gevraagd. Hè? Ik bedoel, je kan wel in een hoekje gaan zitten huilen, maar daar bereik je helemaal niks mee.